Schep, bak en geniet speculaaskoekjes. Dus we hebben kokoskoekjes vanavond. Goedemorgen, het is maandag. En dat betekent tijd voor een nieuwe vlog. Ik heb mijn nieuwe Lemmy aan van River Island. Die ga ik zo meteen fotograferen. Deze dag is een beetje saai. Ik werd vanmorgen wakker en toen was ik eigenlijk een beetje ziek. Dat ik in bed blijven liggen, maar ik moest best wel wat dingen doen. Dus ben ik toch maar opgestaan. En nu ga ik foto's maken van mijn outfit. En dan wil ik eigenlijk daarna misschien gewoon even Netflix op de bank. Want ik ben echt de hele tijd misselijk. Keelpijn, hoofdpijn. Niet heel erg chill. De middag. Het is dinsdag. Ik snijd een avocado. Wereldnieuws. Anyhow, ik ben al 2 dagen ziek thuis. Maar ja, als je dan 2 dagen niks doet, dan denk je opeens ook van fuck, shit, ik moet nog vloggen. Goedemiddag, het is woensdag en ik ben nog steeds niet helemaal lekker. Toen dacht ik dat mijn mail is klaar. Ik ga mijn bureau opruimen. Ruimt. Pakketje 1. Spannend. Oh, heb jij zo'n snijmesje? Flowerbon, geschenkverpakking voor de kerstdagen. Dit vind ik wel echt heel erg leuk. Ik hou helemaal niet zo van kerst. Ik zie dus nu overal op internet, it's the most beautiful time of the year. Maar zeg nou zelf, jongens. Het zomer is toch veel mooier? Ik ben dus benieuwd of er meer mensen zijn zoals ik. Die dus... Oké, ik hou wel een beetje van kerst. Ik bedoel, ik vind het wel oké. Maar het is nou niet dat ik nou denk van... oh my god, it's Christmas time, oh my god. Nee. Gewoon nee. We zitten in de auto. We gaan nu outfitfoto's maken. En ik heb mijn nieuwe jasje aan van River Island. Daar nog steeds heel erg blij mee. En mijn tas van Denise Robbel. We gaan even deze outfit shooten en daarna gaan we langs de nieuwe Mac Store. Want die gaat volgende week open in Nijmegen. Maar zien jullie iemand een foto van mij? Ik weet echt niet waarom. Kijk, hoe vinden jullie Nijmegen? Het is mijn stad, jongens. Stad van mij. Dit is Nijmegen. Zo, opwarmen. We zijn weer aardig beter volgens mij. Ik heb van de week dit masker binnengekregen. Ik sta hier in mijn fabuleuze badkamer. En ik heb dus het Glam Glow masker binnengekregen. Toen dacht ik eerst, het ziet er heel erg leuk uit. Want ik heb natuurlijk weer geen verstand van beauty. Maar toen ging ik een beetje kijken op het internet, een beetje surfen. En toen kwam ik er dus achter dat dit een zilver masker is die je een half uur moet laten zitten. En nadat je een half uur hebt laten zitten, dan trek je het eraf. Dus toen dacht ik, wat is er nou leuker om dat te laten zien in de weekvlog? Nu een half uur wachten. Oké, we zijn een half uur verder en ik ga hem er nu proberen af te halen. Ik heb hier een velletje. Oh nee, hij breekt. Nee, veel dit. Nou, dit haal je er dus af. Mijn hoofd is echt super rood.
Ik weet niet of het verstandig was om dit masker te doen voordat ik een feestje heb vanavond in Amsterdam. Ik klap jullie even verder, dus naar de volgende scène. En ik hoop dat in die scène ik er wat knapper uitzie. Dus ik zie je later. Doei! We zijn onderweg naar een feestje. We gaan iets eten halen. Oh, daar is mijn vader. Oké, okay, wat wil je hebben dan? Frikandellen. Frikandel? Ik wil water. Vitamine water. Dit is de bestelling geworden. Ja. Oké. Okay. Ja! Dankjewel. Zet hem gewoon stil, we gaan dan meteen weer verder. Ik ben blij dat ik eigenlijk wel weer beter ben. Ik was was echt begin van de week zo ziek. Ik voelde me echt slecht. Friday, yes. Het was een bewogen avond en jemig, mijn stem, wat is er aan de hand met mijn stem? Nou, kan je wel vertellen, op een gegeven moment gisteravond kreeg ik zo'n last van mijn keel. Als je zo verjaardag bent vanaf 6 uur, dan de hele avond blijven mensen tegen je praten en lullen. En dan denk je op een gegeven moment echt, oké, nu is het klaar. Nu is het gewoon klaar. Even kijken waar ik zit in dit hotel. Volgens mij zit ik gewoon op de Apollolaan. Ik zit hier echt een soort van in het raam alsof ik mezelf verkoop of zo. Nou ja, anyhow. Het probleem is dat ik een extra broek had meegenomen voor vandaag, omdat we gaan ontbijten nu. En nu heb ik dus in mijn kamer gekeken en nu kan ik die broek dus niet meer vinden. Dat is echt best wel shit, want nu sta ik dus in mijn trui en met blote benen. En mijn broek is dus onvindbaar. Big problem. Mijn broek ligt niet in de auto. Ja, vrouwenprobleem. Is een vrouwenprobleem toch? En nou, hoe moet ik het oplossen? Kijk dan. Gewoon ik heb nu blote benen. Gewoon nog een keer aan. Ziet er gewoon heel hartstikke prima uit. Ja? Ja, oh, dat is wel een compliment op deze zaterdagochtend. Oké, dit is dus mijn look voor vandaag. Kan prima, toch? Met twee heren en ze vroegen net waarom ze niet op de vlog komen. Nou, dan zijn jullie nu op de vlog. Zonnebank hebben we nodig, Jan. Niet normaal. Hey, dat is grappig. Dat is echt geleden. Nou, kennen ze elkaar. Dat is grappig. Leven van de vlogger, doe je net alsof je elkaar kent op het terras. Hoi, ik was ook niet dat is goed. Doe een één. Ik ben aan het vloggen. Oh, we doen er drie. Ja, ik doe een. Hoe is het, schat? Goed. Hi, Jan. Hi. Ik zie wat opkomen. Hoi. Kom niet in de vlog, hè? Jawel, je komt in de vlog. Maar dit is geen outside. Hij komt in de vlog van Fashionista Chloe. Ik ga zo weg, dus... Je gaat helemaal niet meer. Deze vlog zit er weer op en het ziet er naar uit dat ik weer ziek ga worden, want ik heb echt geen stem meer over. Nou, ik hoop het niet. Ik hoop dat je deze vlog leuk vindt. Vind je deze vlog leuk? Doe dan duimpjes omhoog, zou ik heel erg leuk vinden. En dan hoop ik je volgende week zondag weer te zien. Doei, 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 doei. Ik heb echt geen stem meer over, dus echt...